Welkom bij een nieuw avontuur van de Toy Soldier. Het is prachtig weer. Overal schijnt het zonnetje. Het is heerlijk. Ik ben vandaag weer met de amfibio op pad. En de vraag was continu: welke instellingen gebruik jij? Nou vind ik de instellingen op zich wel heel belangrijk. Maar kwakkeloos overnemen van een andere instellingen heeft niet zoveel zin als je niet weet wat de instellingen doen. Dus ik vind het veel belangrijker dat jullie weten wat de instellingen doen, dan dat jullie de juiste instellingen van me krijgen. Het is namelijk ook zo dat de instellingen die ik hier op dit veld gebruik, niet altijd even goed werken op de plekken waar jullie lopen. Dus het is veel belangrijker om te weten wat de instellingen doen, om te begrijpen wat de detector doet als je een instelling verandert, dan dat je kwakkeloos een instelling overneemt en uiteindelijk zegt van ja, dit werkt toch niet voor mij. Dus, vandaag ga ik een heel klein beetje uitleggen over discriminatie en notch. Nou, ik heb de metaaldetector aangezet en ik ben als eerste naar viertoon gegaan. En dat is een persoonlijke voorkeur, omdat ik dat prettig vind lopen. Maar dat geldt voor alle programma's eigenlijk hetzelfde. Wat ga je doen? Je gaat een keuze maken in je gain. Ik weet al wat voor veld ik loop, dus voor mij is het wat makkelijker. Ik heb de gain op 85 staan. En waarom niet hoger? Nou, het is heel simpel. Gain is een signaalversterker, een soort bekrachtiging van je signaal de grond in. En het is eigenlijk net als met een raceauto. Je kan met een Ferrari 200 rijden op een snelweg, probleemloos. En dan zeg je, jeetje, wat rijdt dat ding prettig 200. Maar als je met diezelfde Ferrari midden in een woonwijk 200 gaat rijden, dan krijg je de grootste ongelukken en je kan niet meer om je heen kijken. En je zit binnen de kortste keren op een lantaarnpaal of een stoeprand. Dus het heeft in sommige gevallen totaal geen zin om die gain hoger te zetten. De reden dat ik hier de gain lager heb staan, is omdat als je dit veld ziet, zie je een mooi groen tapijtje. Maar als je hieronder gaat kijken, dan is het één wirwar van spijkers, stukjes lood, stukjes blik. Het is echt goed gevuld, dit veld. Dus het heeft niet zoveel zin om hier met volle kracht overheen te jensen. Dus doe maar relaxed. Laat het maar eventjes bezinken. Ga niet vol gas over een gevuld stortakker. Dan, de discriminatie. Die discriminatie die kunnen sommige mensen helemaal op nul zetten. Maar als beginnende zoeker of als wat minder oplettende zoeker kan je die gerust op 10 zetten. Daarmee heb je dus heel veel ijzeren dingetjes, friemeltjes, spijkertjes, die discrimineer je daarmee uit. Maar hier zie je een mooie balk en die balk die geeft aan van 0 tot 99. IJzer zit niet alleen bij 0, maar zit ook bij de 99. Dus wat je creëert is nu dat je het kleine ijzer uit hebt staan, hij zit niet vol gas. Maar toch ga je nog wat ijzer doorkrijgen. En dat komt door dit laatste beetje. En daar komt een notch bij kijken. Dat is de notch. En dan gaan we helemaal door naar achteren. Nog verder. Goed. 97 select, 98 select. 99 select. Als je goed kijkt zie je dat we hier de discriminatie hebben en hier de laatste twee blokjes hebben uitgenotcht. En dit maakt een cirkel. Dus de discriminatiedisplay is eigenlijk niet een balk, maar een cirkel. En de cirkel loopt van 0 helemaal rond weer naar 0. En iets voor de 0 en iets na de 0 is allemaal ijzer. Ik zoek op dit soort velden vaak op 14 kHz. Dat is een gemiddelde. En daarmee pak je dus en de wat kleinere dingen en de wat grotere dingen. Voordat we dan nog echt gaan lopen, pakken we nog even de ground balance. Even pompen totdat hij 3 keer gepiept heb. En ik ben klaar om te zoeken. Nou, eerst vondst. Een Willemscentje. Echt hele kleine muntjes altijd. Dus dat is wel, ja, dat is leuk. Dat is leuk. Een Willemscentje. Je ziet nog net aan de W erop staan. Als je goed kijkt. Moet je wel heel goed kijken hoor. Eens kijken, dan haal je een duit uit de grond.
Daar heb je niet zo heel veel meer aan, want je ziet echt bijna niks meer. Of eigenlijk niks meer. Maar kijk, wat een leuk tegeltje. Dat is leuk, hè? Dat is volgens mij nog wel een heel oudje. Ik ben niet zo heel erg van de tegeltjes, dus ik heb er ook niet onwijs veel verstand van. Ik zie hier een soort huisje en een hekje. Torentje en hier nog een soort van torentje. Er is niet heel veel vakmanschap aan het schilderwerk besteed, maar het is wel leuk. Moet je eens kijken hoe mooi. 2,5 leeuwencent. Dat is prachtig. Ik zal er even uithalen. Zo. Gaaf, hè? ...1897. Dat is leuk. Hondenpenning Amsterdam, 1897. Jeetje, mina. Een hondenpenning uit 1897. Ik heb het nou 3 keer gezegd. Ik hoop dat het 1 keertje goed bij zit. Moet je kijken. Hoe gaaf dat ingedrukt is. Leuk, hè? Heel gaaf. Om er even aan te geven waarom rustig lopen en goed begrijpen wat je machine in welke omstandigheden doet. Heb ik hier 1 gat met 3 vondsten. Dit is een stukje ijzer wat je dus uitgefilterd hebt door middel van de eerste streepjes uit te zetten in je discriminatie. Dit is een stukje hotrock. Waar je eigenlijk niet zoveel mee kent, want het komt soms heel mooi door en soms heel slecht. In dit geval was die redelijk krakerig. En een duit. En die komt dus heel mooi door. Dit lag relatief dicht bij elkaar. En dan zal ik even... even laten zien hoe dat klinkt met de metaaldetector. Dus, wat gebeurt er? Je gaat graven en je vindt als eerste deze hotrock. En dan denk je, ah nee, hotrock. Maar, die geeft een hele andere toon. Krakerig, een beetje friemelig. Soms niet, soms wel. Het stukje ijzer doet nagenoeg niks. Want ik zit op het randje van mijn discriminatie. Dus moet er wel iets goeds in het gat leggen. Dus ook al vind je soms rotzooi in je gat, als je signaal goed is en je hebt je metaaldetector goed ingesteld, weet je dat er iets in het gat moet leggen. Dus stop niet zomaar als je iets vindt waarvan je denkt het is rommel, want je weet dat je hier een ander geluid bij krijgt. Dat weet je omdat je je detector kent. Dit is de vondst waar we op uit waren. Deel van een gesp met bloemetjes erop. Ja, jullie zien het nu niet zo goed. Misschien met schoonmaken komt het beter naar voren. Ik zie het omdat hier nog een soort vanger, soort haakvanger aan zit. Leuk. Ik weet niet meer op welk forum, maar ik kwam hem toevallig van de week ook tegen. Nou, heb ik er zelf een gevonden. Dat is wel heel erg leuk. Het zijn boerenkindertjes of... ja, boerenkindertjes en die doen een dansje. En ja, ik hoop dat de emaille erop blijft zitten, want dat zou wel zo leuk zijn. En het is een speldje. Leuk. Heel leuk. Je komt ze wel vaker tegen. Niet zo heel vaak, maar je komt ze wel tegen. Dus, maar ik vind het gewoon een heel leuk tafereeltje. Gezellig. Ik weet niet of het goed te zien is, maar hier staat een kruis op. En aan de andere kant staat eigenlijk hetzelfde kruis. Zo moet ik hem houden. Dus ik denk dat dit een soort kerkelijk lood is. Dat is dan wel weer leuk, die kom je niet zo heel vaak tegen. Nou, ik ga proberen om hem thuis schoon te maken. En dan komt hij hier in de hoek eventjes netjes zichtbaar in beeld. Een mooi dik lood hoor. Nou, een soort... soort handvat of een soort waar je je vinger in kon doen. Ik
weet niet of ik hem zo moet houden of dat ik hem juist zo moet houden. Oh, ik denk zo. Vinger erin, vinger ervoor, duim erop. En dan kon je drinken. Nou, ik weet niet precies. Het kan ook wel een pootje zijn. Dat kan ook nog een pootje zijn, ja, van een pot. Nou, ze zitten wel lekker te denken, hè. Wat het zou kunnen zijn geweest, hebben, zijn. Kijk, dat vind je nou niet vaak. Speelgoedhuis. Het is een platte, dus hij is heel oud. Waarschijnlijk heeft er een voetje aan gezeten dat je hem neer kon zetten. Dat is echt heel leuk. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dat vind ik echt heel leuk. Een huis. Kijk, daar is dan toch nog een zilver dubbeltje. En het is er één. We gaan samen kijken. En we gaan samen niet kijken. Staat hier wat op? Oh, 18 heb ik al gezien. 1890. Dus dat is een Willem, denk ik. Of een Wilhelmina. Moet ik even goed kijken hoor. Wilhelmina. Leuk. Toch nog een zilvertje. Ik weet nog niet wat voor penning het is. Maar daar kom ik na het schoonmaken wel achter. 18. Sorry. 18. Ah, kijk, daar is het zonnetje. Ik weet nog niet wat voor penning het is, maar hij komt uit 1868. En hij ziet er nog hartstikke mooi uit. Ik denk een... Nou, ik weet het niet. Ik ga even kijken. Een soort intreepenning of een soort... een penning. Hartstikke leuk, vooral dat die datum nog zo helder is. Dat is helemaal geweldig. Ja, leuk. Jammer dat hij zo slecht leesbaar is. Er staat wel iets op. Het is wel een mega lood, hè? Prachtig. En het is maar de helft. De andere kant, die waarschijnlijk nog veel mooier had geweest, die ben ik kwijt. Nou, in ieder geval een gigantisch lood. Hoe een leuk souveniertje is dit. Dinant. Ik moet nog even googlen waar Dinant ligt. Misschien hoort hier nog wat boven te staan. Hij is natuurlijk niet meer helemaal heel. Maar het is een souveniertje, een soort speldje. Ik heb er al eens eerder een gevonden, meen ik. Dus hij is echt zo'n souveniertje. Kijk eens, die is mooi versierd. Meest zie je dat deze glad zijn. Leuk. En met dit dopje, ik weet niet wat voor dopje, maar met dit dopje sluiten wij de video af. Sluit ik de video af. Bedankt voor het kijken. Vond je het filmpje nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Want bij de 5000 subscribers, dus bij de 5000 abonnees, mag ik van Coistra Detectors een Macro Razor 2 pakket weggeven. Nou, hoe leuk is dat? Maar goed, dat ligt dus niet aan mij, dat ligt aan jullie als kijker. Hoe meer jullie abonneren, hoe dichter we bij die prijsuitreiking komen. En iedereen die lid is, iedereen die geabonneerd is, maakt kans op die prijs. De Macro Razor 2 pakket. Hoe leuk is dat?